Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Op deze hele zonnige dag heb ik een Action Shop Vlog voor jullie. Ja, het was weer zover. Ik moest weer wat spullen hebben. En uiteraard ga je dan naar de Action, omdat Action lekker goedkoop is. En de Action is gewoon ook hartstikke leuk om daar af en toe eens eventjes rond te snuffelen, vind ik zelf. En volgens mij vinden jullie Action Shop Vlogs ook super leuk. Ik vind ze zelf ook super leuk om te kijken bij anderen. Dus ik dacht, ik ga ook gewoon weer een Action Shop Vlog opnemen. Het zijn best wel veel spulletjes, dus als je zin hebt in deze video, doe alvast je duimpje omhoog en dan ga ik snel beginnen. Ik heb een flinke tas vol en ik heb er ook nog spullen naast liggen. Dit tasje kocht ik overigens ook bij de Action. Ik vond het patroon wel heel erg leuk en deze slimmerik die kwam erachter dat het opvouwbare tasje wat ze normaal in de tas heeft zitten, thuis had laten liggen in de gang. Toen dacht ik nog, nou ja, misschien heb ik niet zo heel veel producten en kan ik het prima dragen. Dat was niet het geval, dus ja, toen zat ik een beetje te overwegen. Ik had een plastic tasje kunnen kopen, maar die kan ik natuurlijk niet meer hergebruiken, want die zijn gewoon best wel slap van de Action. Die kun je eigenlijk, zodra je spullen erin hebt gezeten, eigenlijk al meteen wel weggooien, omdat dat die gewoon heel dun is. En ze hadden natuurlijk ook opvouwbare tasjes. Ik dacht, ik koop wel een opvouwbaar tasje erbij, die komt altijd van pas en... Die van mij die ik eigenlijk heb, die was toch al wel een beetje aan vervanging toe. Dus ik ging voor een nieuwe. En ik vind het patroon heel erg leuk met die hartjes erin. En wat ik super handig vind is dat het zakje waar het tasje dus normaal in zit, hangt gewoon aan het tasje. In mijn andere tasje zit die los. Is dat hoesje los. En dat is dan... Soms moet je echt even kijken dat je hem niet kwijtraakt. Dus dat vond ik wel heel erg handig bij deze. Dus dat is mijn... ook een aankoop. De prijzen van de producten zet ik overigens even in de beschrijving neer. Dus als je benieuwd bent wat iets heeft gekost, moet je even in de beschrijving kijken. Ik ga beginnen met de spullen die niet in de tas pasten, want dat was ook nog iets. En ik kocht een zwabber, oftewel een vloermop. Ik vind zwabber leuker klinken, maar het is eigenlijk gewoon een vloermop. En dit is zo'n mop die je moet springen in zo'n emmer met zo'n basket. Die verkopen ze ook bij de Action. Ik had altijd zo'n vloermop. Maar die van mij die is toen gebruikt voor een ander doeleinde. Die kon ik weggooien. En toen heb ik een tijdje gedweld met een... ja, gewoon een dwel die je steeds uit moest springen. En dan weer vast moest maken aan de steel. En dat vond ik gewoon niet zo heel erg praktisch. Ik miste de vloermop. Dus ik dacht even kijken of Action weer nieuw of nog steeds te heeft. Want ik had hem al een aantal jaar geleden gekocht. Ook met de bijpassende emmer. Want die had ik nog wel. En ja, gelukkig hadden ze dus nog de vloermop. Je kunt hem ook in combinatieprijs kopen. Dan is het wat voordeliger. Maar ja, ik had dus de emmer al en de basket ook. Dus ik kocht eigenlijk de mop even opnieuw. En ik kocht ook de originele steel die bij deze mop hoort. Ik had een steel en die gebruikte ik voor zowel mijn bezem als voor de vloermop. Dus dat moest ik steeds losdraaien. En nu zag ik dat ze eigenlijk ook bijpassende stelen hadden. Dat had ik toentertijd eigenlijk nooit gezien. Maar nu zag ik ook de bijpassende steel en ik dacht, hé, laat ik maar gelijk de bijpassende steel ook gewoon erbij kopen. Dan kan die ook gewoon erin blijven zitten en hoef ik niet meer te wisselen. Dus dat vond ik wel heel erg handig. Dus hij is blauw. Hij komt donkerder over op de camera dan dat hij is, want hij is lichter. Maar ja, gewoon prima. Bijpassend bij de mop dus. Dan kocht ik soepkommen. Dit zijn gewoon hele basic kommen met soep van de dag en een gekleurde onderkant. Staat er aan één kant op, de andere kant niet. Ik had geen soepkommen meer en ik was al een paar keer bij de Action geweest. En dan had ze er telkens maar eentje en ik vond eentje niet echt een normaal aantal. En ik dacht, ja, dan wacht ik liever eventjes totdat er weer meer zijn. Want het kan ook zomaar zijn dat dan de soepkommen op dat moment weer uit het assortiment gaan en worden vervangen door een andere. En dan heb ik weer zo'n... ja, verschillend assortiment, zeg maar, in mijn kast staan van soepkommen. En ik was nu in een andere Action in een dorp verderop. En hier hadden ze gelukkig wel soepkommen genoeg. Dus ik ging voor een roze exemplaar. Ik vind de twee oortjes altijd heel erg handig, want ik drink altijd het laatste restje van mijn soep drink ik op. Dus dan kan ik echt zo
doen, zeg maar. Dus dat vind ik wel heel erg handig. Dus ik kocht een roze, een blauwe, een ja, grijs, zwarte, zoiets, en een basic witte. Dit waren de vier kleurtjes die ze op dit moment hadden. En ik vond vier wel een mooi aantal. En ik vond het wel leuk om vier verschillende kleuren te nemen. Dus nu kan ik eindelijk weer soep eten. Ik ben er heel erg blij mee. Ik denk echt yes. Dan heb ik een item die ik al bij menig YouTube voorbij zag komen met Action Shop Logs. En dat is een metaal tafelmirror. En dit is dus inderdaad een spiegel die je op tafel kunt zetten. En het leek me heel erg leuk om deze in de slaapkamer neer te zetten. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb er nu nog niet echt plek voor. Want mijn slaapkamer is op dit moment echt een puinzooi. En dit heeft verschillende redenen. Maar binnenkort wordt hij gewoon eventjes helemaal onder handen genomen. En dan kan ik hem een heel mooi plekje geven. Dus ik dacht, ik koop hem nu alvast. Want bij de Action is het gewoon heel vaak zo dat je dan de kans hebt dat het dan bijvoorbeeld niet meer in het assortiment is. En ja, ik vond deze gewoon heel erg leuk. Je hebt hem in het zwart en in het wit. Hier zie je de witte variant. Ik koos voor de zwarte. Ik zal hem eventjes uit het doosje halen. Zodat jullie ook eventjes kunnen zien hoe dat er dan uitziet. Het is best wel een grote spiegel. Gewoon een spiegel aan één kant. En die kun je dan zo neerzetten. Hij gaat wel heel zwaar. Het is wel echt een spiegel die je laat staan en die je niet heel snel verplaatst. Maar ik vind het wel heel erg leuk. En ja, ik ben hier heel erg blij mee. Dit waren de producten die niet in de tas pasten. Dan gaan we nu naar de producten die wel in de tas zitten. En allereerst heb ik hier een soeplepel. Ik had ook geen soeplepel meer. En als je soep wil eten is dat wel handig. En ik vind die van de Action prima. Ik had deze eerder ook altijd. Dus ik dacht, ik ga weer gewoon voor deze lekker goedkoop. En dit is gewoon met, ja, het is een metalen. Dan heb je hier zes van die puntjes. En dat heeft dan, dat hebben dan bijna alle producten. En dat vond ik ook wel leuk dat het gewoon passend is. Ik had er weer eentje gepakt waar weer geen kaartje aan zat. Lekker slim. Dus stond ik bij de kassa en moest ze dus natuurlijk eerst de prijs weer opzoeken. Maar dat maakt niet uit. Ik ben blij met de soeplepel. Het is niet een hele diepe lepel, maar ik vind hem prima werken omdat ik hem eerder ook gewoon had. En het ging prima met het opscheppen van soep. Dan een blikopener. Ik had ook geen blikopener meer. En daar kwam ik achter en ik dacht, oh, die moet ik echt eventjes hebben. Want sommige blikjes hebben nog wel zo'n trekring, maar bij heel veel blikjes is dat niet meer zo. Dus dan is een blikopener wel echt een must-have om te hebben. Dus ja, ik kocht dit exemplaar van de Action. En ja, ik hoop eigenlijk dat deze wel goed is. Want ik heb wel eens vaker blikopeners gehad en dan waren ze best wel slap. Dus ik hoop echt dat deze heel erg goed gaat zijn. Want het is al niet echt mijn ding, zeg maar, om blikken open te maken. Dus hopelijk gaat het met deze goed komen. En ik kocht ook een pizzasnijder. Ik had ook geen pizzasnijder meer. Die heeft, zoals je kunt zien, ook datzelfde patroon op de steel staan als wat de soeplepel heeft. En die van de Action is prima. En ja, ben ik wel blij mee. Want ik sneed de laatste tijd mijn pizza zeg maar gewoon met mes en vork. En dat is op zich, het ging wel, maar ik vind een pizzasnijder toch wel wat handiger. Dus ja, ik dacht, die moet ik zeker weer eventjes hebben. Dan kocht ik deze facial cleansing set. Ik kocht deze set op het moment dat hij in de aanbieding was. Ik was echt al heel erg lang op zoek naar zo'n gezichtsborstel. En ik zag deze bij de Action. En ik was wel heel erg benieuwd of dit wat zou zijn. Je krijgt er ook een lotion bij. En je hebt er twee cleansing brushes en een massagebrush bij. En ook een travel case zit erin. Dus ik ben hier heel erg benieuwd naar. Ik ga deze nog niet verder uitpakken, want hier komt een first impression video van. Dus die kun je binnenkort op mijn kanaal verwachten. Dan hadden ze ook de handdoeken en de theedoekje in de aanbieding. En dat vond ik echt super fijn, want ik had echt nog wat nodig daarvan. Ik heb er gewoon nog niet zoveel. In een van mijn laatste Action Shop vlogs heb ik al zo'n set gekocht. En nu had ik gewoon een paar losse. Even kijken hoor. Ik ging allereerst voor deze handdoek.
Met ruitjes. Rood. Vond ik wel leuk. Heel basic. Daar hoorde dan deze theedoek bij. Vond ik ook wel heel erg leuk. Ik vind het altijd leuk als het een beetje bij elkaar past, zeg maar. En ik ging voor... Even kijken. Deze handdoek. En daar koos ik deze theedoek bij. Volgens mij past die niet helemaal bij elkaar. Maar dat maakt het nog wel een keertje compleet. Want ik heb er altijd nog wel weer wat nodig. Dus handdoeken en theedoeken. Onmisbaar in je keuken. En ja, fijn om gewoon een voorraadje van te hebben. Oh, dan kocht ik ook nog vochtig toiletpapier. Die was ik in de supermarkt vergeten en ik zag deze bij de Action. En ik dacht, hé, laat ik die ook maar eventjes meenemen. Het zijn 72 doekjes van het merk Onyx, waar ook de doekjes voor zijn die voor je make-up. En ja, verder niet heel interessant, maar wel heel erg handig om in je wc te hebben liggen. Dan kocht ik een kussenhoesje en ik ging voor deze, want ik vond deze zo erg leuk. Dit is uit de Emoticon collectie. En ik hou van katten en ik vond deze kat gewoon geweldig. En de achterkant vind ik ook best wel leuk. Lekker vrouwelijk. Hartjes, ringetjes, lipstiftjes. Nou, ik werd hier heel erg blij van. Ik heb er overigens nog geen kussentje voor. Maar ik ga binnenkort ook nog een keer naar de IKEA. Dus dan kan ik daar ook altijd even een kussentje ervoor kopen. En dat vind ik dan wel leuk om tezijnertijd gewoon op mijn bed neer te zetten, zeg maar. Dus ik vond deze gewoon geweldig. Ik heb er ook een mok van. Dus als kattenliefhebster moest deze gewoon echt in mijn huis, zeg maar. Dan kocht ik heel basic onderzetters. Dit zijn gewoon onderzetters voor van kurk. Deze zijn voor je pannen op te zetten. Ik kwam er afgelopen weekend achter dat ik... Dat de pan op tafel wilde gaan zetten en dat ik erachter kwam, oh chips, ik heb helemaal geen onderzetters, dus dat werd hem niet. Dus ik dacht, ja, die moet ik wel eventjes hebben. En ik had deze ook altijd, die zijn verder prima. Dus het zijn 3 stuks, dus ja, het zit ook eigenlijk gelijk wel goed met de onderzetters. Dus ja, heel basic, maar wel heel handig. Dan kocht ik een aantal wat grotere lepeltjes. Ik vind het nog wel fijn om een kuppensoepje te nemen. En dan vind ik het fijn om zo'n groter lepeltje te gebruiken. Omdat een klein theelepeltje heel vaak verdwijnt in het water, zeg maar. Omdat de mok dan net te groot is. Dus ik ging voor de wat grotere. Het zijn eigenlijk dessertlepeltjes. Maar goed, je kunt die dingen voor van alles gebruiken. Dus dat vind ik niet echt per se zo te zijn. Maar ja, gewoon een iets grotere als de theelepeltjes, zeg maar. Dan ben ik bij het laatste product aangekomen en dat is deze haar straightener brush. Of gewoon eigenlijk zo'n stijlborstel waarmee je je haren stijl kunt krijgen door middel van te borstelen. Ik was hier al super lang naar op zoek en ik hoorde van mijn zusje dat hun hem dus wel hadden bij de Action. En omdat ik dus nu in die Action was, heb ik hem gelijk in mijn mandje gedaan omdat ik hier al zo lang naar op zoek was. Hier ga ik ook niet te veel over uitweiden. Ik weet ook nog niet hoe het werkt. Maar hier kun je ook binnenkort een first impression video van verwachten. Maar ik ben er wel super blij mee. Dat kan ik je wel alvast vertellen. Dan was dit alweer mijn shoplog van de Action. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Ik vind het leuk dat ik hem heb opgenomen. Want nou kan ik de spulletjes weer gaan gebruiken. En dat is super fijn. Nou, zoals ik al zei, je hebt 2 producten gezien waar je binnenkort een first impression video van kunt gaan verwachten. Dus als je nog niet geabonneerd bent op mijn kanaal, kun je dat gratis doen door op de abonneerknop te drukken. Dan blijf je op de hoogte van mijn nieuwste video's. Voor nu wil ik je heel erg bedanken voor het kijken en ik zie je de volgende video weer. Doeg!